Yo mensen van Dagelijks Games, vandaag gaan we verder met de nieuwe survival. En vandaag ben ik hier samen met Cas. Ja, ben er weer. Ja, want ik heb een paar afleveringen niet meegedaan. Nee, maar we gaan even paardjes aanleggen, Wouk. En ik wou ook even een ondergronds chestbeest houden. Ga jij ook paardjes aanleggen? Ik kan wel helpen. Oké, ik heb al nu een stack en 60. Wacht, ik kom zo, ja? Ik moet wel even wat doen. Oh, oké. Had jij de kijkers maar wat bij? Nou, hoi. Ik heb eigenlijk helemaal niks te vertellen. Wat? Ik heb iets fout gedaan. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik ga denk ik eventjes een paardje hakken. Dus moet ik even eventjes een schep maken. Back. Welkom terug. Ik ga bij iedereen gewoon gravel collecteren. Een soort van. Een collectie gravel voor paardjes. Ja, maar laat even mijn nieuwe huis zien. Oh ja. Yeah. Ik heb 24 diamonds, mensen. Even tijdens dat ik offscreen heb gemined, heb ik dit verzameld. Dit, wat heads, dit. En deze mooie fortune. 3 enchanted boek. Music disc. En name tag. Dat kunnen we wel handig gebruiken. Ik heb hier nog wat heads. En wat andere shizzle erin zitten. En ik heb ook 32 XP, dus daar ga ik zo ook even wat van enchanten. Ik denk dat ik weer een pickaxe ga doen. In de hoop dat ik een goede krijg. Gravel hier. Wacht heel even hoor. Ik moet heel eventjes iets doen. Hier gravel, ja hoor. Dit. Hier gravel. Zo, dan hebben we nu al 2,5 stack. Ja, Ed heeft de spullen nooit goed gelegd. 24 erbij. Hier zit niks. Andere stuff. Hier zit 11. Tools. Dat is van dat event wat we hadden gehad. Kreeg je dat even om de chest te versieren, hadden we dat gedaan. Ben er weer. En hier nog een stack. Zo, ik heb 1, 2, 3, 4. 4 stacks en 2 gravel heb ik totaal. Dus oké, moet ik alvast een paardje uithakken? Ja, even bij iedereen. Maar ik heb een diamond spade, denk ik wel. Ik zal hem even... Ik zal wel een diamond... Wat? ik denk ik... Kun je even wat blokjes uit mijn chest halen en wat gooi je naar mij? Oh, wacht hier. Ik heb wat hout voor je. Oh ja, ik wou eigenlijk mijn hout niet verspillen, maar... Ja, ik heb toch genoeg hout nog. Ja, ik had een stack gepikt van Etta. Kuch. Ik had een stack gepakt. Van mezelf. Ik ga denk ik een pickaxe en shot. Ik ga even een pickaxe en een spade maken. Dus dat is 4. Hier 2 sticks. Ik heb nog niet wat. En mag ik nog wel misschien mijn, hoe heet dat, mijn ding terug? Oh ja, je woed hier zo. Ik gooi het nu, het ligt nu voor mijn deur. Oké. Het ligt voor mijn deur. Zo, ik heb een diamond gemaakt. Ik geef je zo ook even wat gravel dan, ja? Dus jo. Ik maak wel eerst gewoon de ondergrond voor het paardje, want dat kan hier natuurlijk niet. Nee, doe dat maar met stone of zo, oké? Okay? Een pickaxe. Spannend. Level 30. Efficiëntie 4. Kom op! Oh, wacht. Ik heb wel een leuk idee. Nog maar 5. Oh, je gaat die fortune erop zetten? Ja. Dan krijg je wel een basispickaxe. Yep, efficiëntie en fortune. Zo. Als je daar ook nog iets van een boek krijgt met... En dan een bree. Ik doe eerst mijn diamond pickaxes. Ik doe eerst even... op die unbreaking doe ik fortune 3. Dan doe ik die fortune 3 unbreaking 3 pickaxe bij mijn efficiëntie V. En dan heb ik een basispickaxe. Klopt. Zo, ik heb een anvil even gemaakt. Die hou ik even hier. Nee, ik zet hem pas neer, want anders gaan andere mensen hem gebruiken en is die kapot. En daar heb ik geen zin in. Wat allemaal al leeg gegraven is, dat kan je allemaal al, zeg maar, opvullen. Het moet... not again. Ben je weer gevallen? Stomme Etten met zijn huis. Oh. Nee, heb jij misschien een shovel voor mij? Ik ben te lui om te maken. Nee, ik ga wel in je huis met crafting table. Nee, ik heb wel een diamond. Oh, een diamond? Ja. Oh, gimme. Oh, ik denk dat het handig is dat we hem iets verplaatsen, aangezien Ettes hier 2 deuren heeft. En dat we hem zeg maar daarop maat zeg maar, van bouwen. Van die 2 deuren, dus zeg maar zo, snap je? Kan je even dan hier weer wat dirt neerleggen? Dan maak ik dat had ik toch? Oh, je hebt hem eentje naar de andere. Hier zo, hij ligt daarachter, hè? Ja. Nee, dit kan wel blijven hoor. Deze wel. Kijk, ja, dat is goed. Nee, maakt niet uit.
Ik leek mij wel handig om even wat paadjes aan te leggen, zeg maar, aangezien... Wacht, nog niet verder, want we hebben dit nu aangepast, dus dan moeten we dit ook even een klein stukje aanpassen. Het leek mij wel handig om even wat paadjes te maken, zeg maar. Gewoon ook voor de sier vooral, maar even dat je gewoon leuk, een beetje voor de leuke. Ja, het gaat mij er niet echt om, weet je, het is gewoon mooi, zeg maar. Het gaat mij een beetje om dat het er gewoon leuk uitziet, weet je, een dorpje, een beetje... We kunnen misschien ook uiteindelijk een stadsmuur maken. En ik heb natuurlijk een kasteeltje. En kan dat misschien als ervoor of als begin, zeg maar. Ja, dit huis dat wordt nog weggehaald in een van de afleveringen. Maar tot nu toe staat er nog een chest. Misschien zit daar nog wel wat stuff in. Ik zou het niet weten. Nee, helaas. Nee, ik weet niet. Oké, hier gaat er een naar Iwan. Zo. Nee, dit moet opgevuld worden. We doen echt naar iedereen, hè? Naar iedereen in het dorp. Wat in ieder geval genoeg gravel is. Kan jij mij even jouw gravel geven? Want die van mij is... Ik heb geen gravel. Ik had je toch net gegooid voor de deur? Nee, dat was mijn hout. Nee, ik had ook daarna gravel gegooid. Oh, dat heb ik zelf wel weer opgepakt, hoor. Zo. Misschien kunnen we het dan ook even gaan verlichten. Als we misschien dat lantaarnpaal. Ja, als we zo even... En hier gaat eentje naar beneden, by the way. Als we zo even naar de mesa gaan, dan kunnen we even wat mooie blokken maken. Stinkt klei. Ja, dan geef ik je wel even mijn pickaxe en dan ga ik ondertussen even verder aan mijn basishuis, zeg maar. Wacht. Dit gaat zo. Ik wacht wel even tot je verder bent, een stukje. Ja. Gaan we zo. Boepiedompiedom. Dit kan echt. Dit. En dit. Wauw, jouw pad is echt als enigste amper recht. Het gaat hier steeds omhoog, omlaag en zo. Ja. Eerst was dit nog meer heuvelachtig. Ja. Je hebt nog pad, correct. Ja, ik heb nog een paar. Ik heb nu nog... Ik denk dat we niet aan alle huizen toekomen. Vooral niet aan die ene die helemaal daar staat, oké? Okay. Dus hier heb je je shovel. Oké. Ga jij dan even naar de mesa toe? Ik ga er ook wel heen even. Dan hakken we even de mesa weg, een beetje. Mm-hmm. Hier zo, ik neem de efficiëntie, jij neemt een breaking pickaxe. Ja, hij moet zo kapot mogelijk zijn, want ik ga ze uiteindelijk... Dan wordt hij een beetje heel. Ja, ik ga ze uiteindelijk toch weer repairen, zeg maar, met dat boek erbij en zo. Ik loop even alvast richting de mesa bij, want ik weet volgens mij... Waar ben je? Want ik kan je eigenlijk niet vinden. Waar zit je nu? Ik ben hier zo. Lekker rustig met z'n tweeën een keer. Ik ben nu voor je huis. Bij je huis ben ik. Ja, maar ik ben al op het einde van het pad bij Etten zijn huis. We moeten de andere kant op. Oh, fijn. Wacht, denk ik. Wacht, jij hebt die eerste aflevering toch gekeken? Volgens mij was het daar. Oh, ja, dan lopen we van die kant. Want ik weet niet waar, hoe heet het, dingen ze zo toen heen zijn gegaan. Ja, volgens mij is het hierheen. Want ik en Etten waren toen natuurlijk al aan het mijnen, zeg maar. Ja. En toen was jij een beetje aan het rondvliegen. Ik weet het niet precies. En ik wou nog wat dingen doen. Ik wou wat glas en zo maken. Ik wou deze aflevering eigenlijk even... Wat meer voor de decoratie. Ja, van mijn huis en zo. Waar is het? Misschien stained glas. Ja, ik ging... Ook nog mijn kasteeltje verwerken. Ik ging rood glas doen. Ik had al wat poppies verzameld. Dat zijn van die... Volgens mij heette dat poppies. Ik weet niet. Van die rode poppies. Ja, dat heet poppies. Ja. Ik probeer een beetje hier zo... Een beetje bij... Oh, daar ben je. Ik ben hier een beetje boven. Hier daar zijn van die rode boesjes. Ja, nou, die hoeft niet hoor. Maar het is hier een beetje ondergevaarlijk, dus... Een beetje als een assassin-stijl. Jemig, waar de heck was dat? Wat? Dat onze mesa. Deze kant is totaal niet. Ik denk die kant toch, hoor. En anders... Anders gebruik ik gewoon mijn TP, want dan doen we gewoon slash spawn. Oh ja, we hebben natuurlijk onze TP. Ja, maar hoe komen we dan terug? Dat is dan weer moeilijk. Een spin en een zombie. En wat fijn dat ik weer eens geen zwaard bij me heb. Waar ben je? Wacht, doe maar. Ik doe wel slash spawn. Oké, en dan zoek ik even wat water. Want anders komen we nooit in die mesa. Want ik was toen in... Ja, er was namelijk ook water daar beneden. Ja, ik heb... Wacht, ik zie het. Ja, ik zie het. En... Oké, misschien kan jij komen via de course, want dan kunnen we uiteindelijk jouw TP gebruiken om naar huis te komen. Zeg maar. Even kijken. Wat zijn jouw coördinaten? Die van mij? Ik sta op X3306. Oh, ik sta op X3252. En even Z... Even kijken welke richting ik dan... Oh ja, ik... En Z is 18. Ja, mijn 6 is nu heel hoog.
moet je draaien. Ja, ik gebruik mijn TP wel. Ja, en dan... We doen dan één keer, dan gaan we nog terug. Maar want dit was echt onmogelijk voor ons. Want aangezien wij dat hebben gedaan. Oké. Hak even gewoon alle blokjes die je leuk vindt. Die moet je even weghakken. Oh, wacht. Ik heb hier nog geen permissions. Dat is natuurlijk onder de spawn, dit. Dan ben je even tijdelijk op Pie. Ja, niemand heeft op Pie behalve ik en Rico. Het is de echte owner. En want wij kunnen dan als enigste bij de spawn, zeg maar. Ik begin gewoon met allemaal hardened clay. Want daaruit kan je alle clays... Alle stained clay, zeg maar, maken. Ik heb orange stained clay hakken hier. En daar zie ik ook nog wel wat mooie kleurtjes. Laat hem gewoon de helft van de mesa weghakken. En blijf een beetje bij mij, ja? Want anders raak ik elkaar straks weer kwijt. En dan kan ik jou nu even beschermen. Ja. Dan, ik heb nog die dinges. Ik heb dat spul en zo. Maar ik denk dat het wel handig is om dit even te hakken. De mesa is gewoon mooi. Ik vind het echt een mooie biome. Al die kleurtjes door elkaar heen. En het is gewoon echt mooi voor decoratie in je dorp, huis. Wat dan ook, wat je maakt. Ja, dat is wel waar. Ik vind het wel een mooie update. De update heette ook bij sommige video's die ik heb gezien. The update that will change the world. Ja, dat zie je ook als je naar Minecraft gaat. Zie je ook, als je het opstart, zie je natuurlijk alle updates. En dan zie je ook bij 1.7.1 en 1.7.2 zie je ook gewoon de update that changed the world. Dus ja, het klopt wel. Ja, ik vind het ook. Er zijn hele nieuwe werelden, zeg maar. Ja, er zijn volgens mij 3 of 4 nieuwe biomes, zoiets. Ja, de Dark Oak, de Mesa, de Taiga. De Taiga. De Potsdol. De Taiga is een beetje anders geworden. Met die Potsdol, met die Potsdol of zo, weet ik veel. Ja, dat is volgens mij... daar ben ik het eventjes voor. Ja, ik weet wel waar dat is in deze wereld. Maar dat is echt 7000 blokjes reizen. Dus daar gaan we niet cheatend heen. Zeg maar. Want we spannen op deze server in de Mesa. Dat was wel nice. En dan hebben we iets verder gebouwd. Omdat echt mensen mochten even niet slopen en zo. Ja. Er waren er nog niet veel plugins. Wat is dit dan weer voor? Is dat dit? Even kijken. Heb jij mijn spade? Oh, wacht. Dat is red sand. Dat wil ik ook. Ja, Red Sand. Die zit wat meer dieper. Ja, en John Smith ziet dat er echt mooi uit. Ja? Ja, John Smith ziet deze texture pack er echt mooi uit. Ik heb gewoon standaard John Smith. Allemaal zombies. Ik kom al eraan. Ik heb even wat spul gehakt. Oh nee. Een zombie? Ja. Ik vind die Red Sand... Ik vind eigenlijk de Devil texture pack deze update niet echt mooi. Weet je, ik vind hem wel mooi, maar ik vind hem in de normale vind ik hem niet heel erg mooi. De default? Ja, de default, die bedoel ik. Ja, ik heb wel een texture pack, maar die gebruik ik niet, want die zijn er nog niet in 1.7. Dus zie je hier telkens van dat use MC patcher loop. Zie je dus de hele tijd. Daar is de mooie span. Ik ben nou hier zo. Ik heb even allerlei kleurtjes gehakt. Ik heb wit, of is dit? Ja, white. Rood, geel en natuurlijk het normale stained clay. Ik heb orange, yellow, hardened clay, red sand, brown stained clay, orange stained clay, white stained clay. Ik ben nu bezig met orange. Ik zoek alleen zwart. Zwart. Ja, dat volgens mij misschien is bruin mooi voor als we lantaarnpalen gaan doen. Ja, of zwart. Daar dacht ik dus aan. Ik ben nu even naar beneden aan het minen. Even aan het kijken wat dat allemaal brengt hoor. Maar wacht, ik zie daar bruin volgens mij. Oh, uiteindelijk komt er gewoon steen op de laag, dus ja. Dat is dan wel weer jammer, maar ik klim even weer hier omhoog. Dit is bruin, ja. Stomme zombie. Mensen, jullie... Creeper. Sorry dat jullie nu even niks zien. Ik kan daar niks aan doen, ik moest even naar beneden minen. Ik zie zelf ook geen hele zak. Wel iets netter houden. Gelukkig wordt het weer dag. Ja, maar ik zie nu echt helemaal niks. Ik zie alleen dat ik omhoog hak. Ik ben nu volgens mij bijna weer bij de goede laag. Ja, ik kom al bij rood. Ik was even aan het kijken of er ergens zwart was. Want dat vind ik wel mooi voor een lantaarnpaars. Ah, nee. Come on. Ik kom echt serieus gewoon niet boven. Ja, eindelijk. Waar ben jij nu? Hele weg. What? Oh, ik kom boven en ik span bij zo'n spin, weet je wel. Ah, dat is irritant, ja. Ik heb nog maar 11 steek en ik word aangevallen door mobs. Nee. 2 spinnen en een zombie. Ach, die zombie gaat toch zo doodbranden. Daar ben ik niet bang voor, maar... 2 spinnen zijn wel... Ik kom al nu naar je toe.
Ja, ik ga nu bij dat waar dat gras is. Hey. Ik ga even verder zoeken, mensen. Ja, veel kleurtjes. Dan hoeven we dat we even hier niet heel vaak hoeven te komen. Dit wordt een, denk ik. Ja, ik weet niet precies hoe lang de aflevering gaat duren. Hey, daar ligt allemaal hout. Ja, dat was. Denk ik een huisje bouwen of zo. Nee, dat was van mij. Al die mobs hier. Weet je het? We hebben die multiverse core plug in, weet je wel? Dat, die portal die met lapis. Ja. Ik keek zo'n video en ik moest het dus even testen. Dus ik dacht, nou, ik test het wel gewoon hier, weet je wat. Ik dacht zo van, weet je wat? Het kan me niet schelen dat dan een houten dingetje staat. Maar blijkbaar staat het er nog en moet ik hem nog steeds weghakken. Mm-hmm. Ik zoek andere kleurtjes, want hier zijn echt allemaal dezelfde. Dus ik ga zo even terug naar home. Dat is de laatste TP die we gebruiken. En dan doen Maar dan moet ik dus gaan lopen. Nee, jij mag gewoon. Ja, dan mag jij ook. Zeg maar, hier kon ik gewoon niks aan doen. Weet je, ik zou het wel weten, maar ik weet niet welke kant Iwan en Luca zijn opgelopen, zeg maar. Dus ja, dat is wel zwaar. De allereerste aflevering. Waar, oh waar zijn die andere kleurtjes? Ik bedoel, dit is allemaal hetzelfde. Of zijn er, moet je dat zelf maken, de andere kleurtjes? Nee, er zijn nog andere, maar die zijn heel moeilijk te vinden. Dat is meestal een berg, daar heb je meer kleurtjes. Maar wij spannen dus precies in die verkeerde baaien, waar niet alle kleurtjes zijn. Ik ga even naar mijn laatste TP gebruiken en ik ga even aan mijn dinges, aan mijn ding. Aan je huis? Huis, ja. Oké, dan ga ik ook naar home. Oh, ik ben vergeten mijn home te zetten daar. Damn. Ze wordt straks lopen. Oei. Even eten. Om, 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 om. Ik ga nu bij iedereen kobbel verzamelen. Maar ik heb geen kobbel. Ik denk dat ik hier zo mijn dinges maak. Hoe heet het? Nee. Not slim. Zo. Ja, ik heb wel. Daar staat iets raars. Het is van een gebouwtje. Waar? Ja, waar ik nu ben. Op een heuveltje. Ik ben namelijk nogal ver gelopen. Je mag je TP nu gebruiken, hè? Mm-hmm. Oh, nee. Oh, dit is van een faction. Van een faction. Faction? Ja, wat? Faction. YOLO's weg. Nou, we moeten straks... Ik zet even een home. Ik ga heel even kijken, hoor, mensen. Dit is van een faction. Ja. Slash F. Van de... Oh, dat is van mij. Dat was eerst de dinges. Oh, dit heeft iemand gewoon geclaimd, joh. Dat vind ik abnormaal. Dit was gewoon mijn huis. Hier zat lava. Hiermee ging ik al die mensen trollen. Ach joh, boeit het. Ik ga weer uit game mode, mensen. Ik vind... Zeg maar, zet je home naar maar neer. Game mode 0. Ik moest even kijken, want dat is wel belangrijk om dat soort dingen te weten. Set home. Sommige mensen snappen gewoon niet wat betekent... Niet claimen in de niet-faction wereld. Oké, ga je dan eventjes naar... Ja, na de opnames delete ik het. Ja, ik heb er een home bij gezet. Ja, na de opnames... Sorry, Losmurfs. Dit stuk wordt weggehaald. Het was niet eens van jou trouwens. Het was volgens mij Jill... Welke Jills? We hadden dus... Dat was één van de Jills, zeg maar, die van mij... Die ik gemaakt had om mensen, zeg maar. Er zat lava en dan iemand die stout was en die me steeds irriteerde, maar ik geen zin had om hem te bannen. Die heb ik daar dus ingezet, dus die ging steeds dood. Ja, ik hak nu wat cactussen, zodat we groene stenen klei kunnen maken. Ja, want daar kunnen we cactus green van maken. Ja, en dan noemen we deze aflevering, even een naam verzinnen. Ik denk dat ik hem gewoon noem, hoe heet het? Op zoek naar de mesa. Nee. Ik denk... hoe heet dat? Hoe noem je dat, zeg maar? Ik wil, zeg maar, een naam geven dat een beetje lijkt op dorpje decoreren, noem ik hem of zo. Weet ik veel. Nee, ben je nu bij de huizen? Ja, ik ben bij de huizen. TP Kas Thomas. Okay. Mag ik even mijn pickaxe terug? Ik wil even inbreken. Oh, ja, hier. Anders gaat die helemaal leeg, oké. Ja, wacht, ik kan nog zoveel gebruiken, joh. Ja. Weet je, dit is wel nice. Kan je even uit mijn chest kijken of ik daar wat torches heb liggen? Heel torch. Toevallig. Torch. Even kijken. Ja, 6. Oké, kan je die even geven? Dan kunnen we zo ook wat lampen nog maken. Ik maak dit nog en mijn lamp en dan sluiten we de aflevering zo weer af.
We dat moeten wel meer torches hebben. Ja, ik heb nog wel ergens torches, maar ik weet even niet waar. Maar ik plaats ze nu gewoon even, zodat de kijkers wat kunnen zien. Ik heb wel eens, toen ik net begon, ik weet niet welke dat serie dat was. Road to the End, mm-hmm. Ja, die serie, die survival serie. Ik was dus zeg maar in dat soort series ga je meestal minen, omdat je gewoon iron en zo nodig hebt. Ik was dus vergeten torch te plaatsen. Ik had toen zo'n ding. Ik had hem op full bright, zeg maar. En dan zie je zelfs, mm-hmm. Dan zie je nog niet eens alles. En dus kreeg ik daar allemaal reacties op van, ja, zet torches neer. Dus daar denk ik nu steeds zeg maar aan. Ja, moet ik anders wat torches maken? Ja, doe maar. Pak maar wat uit mijn chest. Of als je zelf hebt, mag dat ook als je. Ja, ik heb zelf geen kool. Want ik heb zelf nog letterlijk nog nooit gemined in deze serie. Nee, jij krijgt gewoon alles, zeg maar, half. Dat huis, dat heb je gewoon van mij, van, hoe heet dat? Van mijn, of weet ik veel, wie's hout. Van iemands hout gewoon, oké. Van mezelf. Oh, je hebt zelf telkens moeten hakken. Zelfs hier, je hebt gewoon je eigen hout, oké, nice. Ik ga denk ik hier zo'n roltrap maken en dan allemaal dingen, zeg maar, verdiepingen. Oké, maar van, zullen we dan lantaarnpalen van verschillende kleuren klei, of... Ik denk dat het handigst is van een donkere kleur, want dat staat mooi bij torches, vind ik. Dus gewoon bruin, want we hebben geen zwart. En als we zwart willen maken, dan moeten we hebben we, dan moeten we inktzakjes. Ja, inktzak. Inktzak. Dus we gaan bruin gebruiken. Ja, dat lijkt me wel zo handig. En ik heb nog wat fences. Ik zal er nog wat meer maken. Anders komen we wat kort. Ik ga even mijn huisje, mijn kelder nu maken. Daar ga ik dan even alle chesten doen. Iedereen heeft dat volgens mij. En dan maak ik wel een gang naar jouw huis toe en naar Iwans. En dan kunnen we ook ondergrond zeg maar doen. Dat is ook wel nice allemaal. Ja. Dat soort dingen vind ik echt nice aan Minecraft zeg maar. Dat je gewoon... Dat soort dingen allemaal mogelijk zijn. Ja, hey Iwan. Ja. Hey. Even niet. Opnames. Toen jij niet mocht, begonnen we. Iwan gaat misschien ook een kanaal starten, hè? Wist je dat al? Oh, nee. Nee, hij gaat een slash manu ad. Maak hem op. Kom op. Als Iwan dit kijkt... is het niet echt gewoon niet, hoe heet het? Niet zeg maar beledigend bedoel, maar Iwan vind ik eigenlijk niet als mod, maar is wel gewoon ik bedoel admin, maar wel gewoon goede mod. Ik ga weer wat wood pikken van mensen. Sorry hoor, maar... Ik heb wel heel veel planks. Maar die wil ik niet. Moet ik anders alvast beginnen aan de lantaarnpalen? Ja, dat is wel nice. Heb jij fences? Ja, die zitten in mijn huis. Ik heb er 20. Dus kunnen we 10 lantaarnpalen maken. Oké, okay, ja. En anders dan kan je van Ette altijd wel lenen, denk ik. Ette, als je dit kijkt... Je mag ook van ons lenen, maar jij leent gewoon nooit. Ja, jij leent nooit van ons, maar wij wel van jou. Kijk, wij denken zo van... Ja, je mag lenen, maar jij doet dat gewoon nooit. Dus ja, sorry. Iwan... Heb je hout voor mij? Heb jij hout voor mij? Geen planks. Geen planks. Oh, heb je dat wel eens dat je even aan het opnemen bent en dat je soms ineens uit het niets gewoon ontiegelijke lag krijgt? Hé, er staat een vanish. Hij staat hier. Hier. Oh, ik heb nog 21 maar. Ja, maar hier. Hier, kijk. Hier. Iwan! Hout. Thank you. Ja. Oh, dat betekent dus tijd. Thank you. Dat wist ik niet eens, joh. Ik, dat verwacht ik echt niet van jou. Meestal weet ik dat soort dingen meer van jou. Meestal krijg ik dat soort dingen te horen van jou. Van mij. Ah! Weet ik zat vast in de klei. Een bank. Komt nog allemaal later. Nou, echt slecht ben ik. Tommy, ja? Je pickaxe heb ik even nodig. Hoezo? Nou, omdat ik nogal wat blokjes heb misgeplaatst. Oké, kom maar aan. Help. Kom hem maar halen. Ja. Gimme.
Ik denk dat dit niet zo mooi is. Ik denk dat ik ze in de wal ga doen. De muren. Zeg maar, de chesten die komen hier zo tussen de woed. Ja, dat doe ik. Zo, dan komt hier nog een houten paal. Zeg maar, iedereen hier tussen het midden komt steeds een wooden paal. Zo. Het is wel een lekker lange... Nee. Ik zit niet te finish. Ik volgens mij ook niet. Nee, ik zag jou net hier binnenkomen. Ik zag jou net, ik zie jou gewoon lopen. Ja. Ik doe wel even slash v en dan nog een keer slash v. En nu? Bij mij wel. Zo. Ik vind het wel leuk om bouwen, maar ik ben er eigenlijk echt niet slecht in. Niet slecht. Ik ben er wel slecht in, bedoel ik. Soms heb ik van die zinnen, dan wil ik iets vertellen over dat ik er eigenlijk niet goed in ben, maar toch wel soms wat mooie dingen krijg. En dan vertel je het gewoon verkeerd. Heb je dat ook wel eens? Dat je gewoon probeert te zeggen van, daar ben ik niet goed in, en dan zeg je per ongeluk, daar ben ik wel goed in. Ja. Ik wil niet uitsloven of zo, maar ik vind mijzelf... Ik zelf vind dat ik niet goed kan bouwen, maar anderen zeggen dat dan weer wel. Ja. Dat is dan wel weer grappig. Wel grappig. Grappig. Dat zijn echt gewoon... Sorry jongen, dat zijn van die... Domme vragen, we hebben dat net gezegd. Ja. We hebben dat gewoon net gezegd, Iwan. Beetje luisteren is ook een taak. Doei. Min 1. Wat? Waarom zegt hij min L? In ieder geval een smiley-achtig iets, denk ik. Zal wel. Oei niet. Nope. Weet je wat je bent vergeten? Nee. Een pad naar Luca Gabriel 9, zijn huis. Ja, en Max Just Forever ook, maar... Dat is ja, gewoon... dat komt later wel. Ja, dat is gewoon te ver, vind ik nu. Ja, maar het is wel... Het wordt wel een beetje een lange aflevering. Ja, ik ga hem ook zo stoppen. Ik ben nu bijna klaar, dus. Ja, de lantaarnpalen zijn ook bijna klaar. Ook bij mijn huis is het nogal donker. Zo, en dan... Een spin. En dan ga ik zo even... Spin, ga dood! En dan ga ik zo even Iwans ding zoeken. En dan maak ik daar ook even een gang naar. En naar jouw huis. Maak jij uiteindelijk ook zo'n ondergrondse baas waar al je chesten neerzet? Misschien. Denk ik. Ik denk dat ik zo even naar iedereen toe ga en dan even, hoe heet het, een pad aanleg ondergrond, zeg maar. De lantaarnpalen zijn klaar. Oké. Okay. Nice. Staan er, ik kon er 10 plaatsen. Sorry, Iwan, ik ga even inbreken in je huis en ik ga even... Ik ben er 7 geplaatst. Oké. Okay. Ik ga even zo naar die gang die ik hier ergens weet waar die is. Ja, hier zo. Er zitten geen spullen meer in de chest, by the way, bij dit huis. Bij welk huis? Die wegging. Nee, weet ik. En ik moet nog een farm maken. Dat ga ik de volgende. Kas, kan je even... Oh, nice. Ik ben nu al in mijn huis, joh. Nee, ik had even een gang gemaakt, maar... Nou. Ja. Stilte. Jij moet... Super droog. Stilte. Tfoe, nee. Oh, zo moet ik. Kas, kan jij even wat dingen voor mij maken? Want mijn Minecraft lijkt echt heel erg irritant. Wat moet ik maken? Planks. Wacht, kijk. Meestal als ik game mode heb, dan gaat dat weg. Nee. Hier, ik heb een plank voor je. Wacht, nee. Nee! Mijn inventory is leeg! Nee! Dat zie je. Ineens ging alles weg! Wat? Wat? Nee! Ik was... Ik ging in game mode proberen om het terug te halen. Maar nu ben ik dus alles kwijt. Nou mensen, volgende afleveringen zien jullie hoe ik mijn stuff heb. Want dan ga ik gewoon even in de opname kijken wat ik in mijn inventory had. Toen het zeg maar wegging. Mm-hmm. En dan cheat ik dat even terug. Het spijt me, sorry daarvoor dat ik het terug moet cheaten. Maar het ging echt door game mode. Niet ik dacht anders. Ik dacht van, weet je, dat kan gewoon met game mode. Kan je zo'n knopje, maar dat werkte dus niet helemaal. Dus het spijt me hiervoor. Ik zie jullie de volgende keer weer. En Kas ziet jullie ook de volgende keer weer, want we gaan... Het is natuurlijk ook... het is zeg maar mijn kanaal totaal, maar hij is gewoon moderator, co-owner vind ik zelfs. En we zien jullie de volgende keer, dus doei! Doei!